Hey Matties, welkom terug. Weer een nieuwe aflevering van Tijmen. Zeg, ik sta hier bij de Mac. Ik ga naar Nieuwekerk aan de IJssel van een Microsoft Inspiratiedag met mijn ICT Matties. Mijn auto staat daar, zijn auto staat daar. Kijk. En we gaan de wereldreis beginnen met Bart. En met Bascoro. Hey. Nou, dat past. Ja, genoeg plek. Zo, ja. Laat het avontuur beginnen. Ik houd jullie op de hoogte. Met twee bandjes op je harde ondergrond. Mooie plek, Bascoro. Super. Ja, mooi, hè? Nou, kom, dan laten we ons inspireren. Ja, want daarvoor zijn we hier. De inspiratiedag van Microsoft. In het hotel Nieuwekerk. En het is druk. Mooi fotootje, mooi. Hallo. Krijg me koffie, hallo. Ja, ja, ja. Oh, kijk, helemaal in de sfeer van Sinterklaas. Ben je uitgenodigd, Bart? Nee. Ja, nu ben ik pas echt. Oh, wat goed. Ja, kijk. Hey, maestro. Ja, ja, ja. Je moet wel volhouden, hè? Tijmen Sprakel. Sprakel. Ja. Hey, heb jij een mooie pen erbij, Bascoro? Hey, kijk eens. Slimme pen. Ja, hartelijk dank. Alsjeblieft. Dat is mijn cadeautje. Ja, is cadeautje van vandaag. Ah, ja, bedankt. Dankjewel. Advice. Donuts. Koffie. Dus. Goed voor elkaar, hè? Dat is toch weinig? Hè? Nee. We krijgen vast een fantastische pitch. Of allemaal fantastische toepassingen. Houdt jullie op de hoogte? Ga zitten. Naar jou. Nog meer speelgoed. Ja, wat denk je? Ja, ik heb niet zo'n andere pen gescoord. Nee, maar die kan ik nog pakken. Wij hebben sowieso al twee pennen. Het is wel een mooie. Nee, wij maar één. Ja, ik heb er ook één. Ik heb er ook twee. Een hoop presentaties, een hoop producten zijn er langs gekomen. Het is tijd voor de lunch. Hey. Peertje, lekker rond, hè? Smoothies. Daarvoor komen we uiteindelijk. Zie ik hier die arm, zeg maar. Ja. En kan je verschillende onderwerpen. Het is gewoon eigenlijk gewoon programma's die erin zitten. Het zijn apps. En het is te vinden. Een soort robotkop. En dit ziet hij dan. Kijk. Het zit er weer op. Ga naar huis. Met de Gangster Boys. Het is een uur of vijf, het regent, dus we gaan file pakken. Het was een leuke dag. Er waren drie sprekers vandaag die gingen praten over toepassingen
van Microsoft die je kan gebruiken in de klas. En de laatste spreker was ook echt van Microsoft. En die was inspirerend. Die had een mooie visie op onderwijs, die kon die goed onderbouwen. En die benadrukte vooral dat de toekomst van het onderwijs van de docent afhangt. Van de visie van de docent. Dus het hangt van mij af, jongens en meisjes. Ik ga mijn best doen om die toekomst vorm te geven en er wat van te maken. Ik zou zeggen, tot het volgende vlog. Doei!